Nou, vandaag gebruik ik de drug Magic Mushroom, oftewel paddo's. Nou, ik vind het wel een beetje eng, want het is een hallucinerende drug en ik heb nog nooit van mijn leven echt getript. Het is de Mexicaanse paddenstoel. En deze gaan we nemen vandaag. Proost. Proost. Op naar Mexico. Nou, wel apart smaak. Ik voel het eigenlijk net zoals champignons, maar dan iets steviger en veel viezer. Nou, ik begin nu een beetje mijn handen te voelen. Zeg maar... Ja, een beetje gewichtloos, zeg maar. Oh, nu heb ik echt het gevoel dat ik wegglij. Geef je over aan de paddenstoel. Wow. Je ziet allemaal... cirkelvormige, bloemachtige patronen. Op de muziek. Je ziet echt dat hele glas, zie je echt zo... Groter, kleiner. Jezus. Nee, vlagen. Het wordt echt... In één keer komt er zo'n walm. En dan wordt het in één keer... Is het echt dat, gaat alles bewegen. En daarna wordt het weer, even, wordt het weer minder. Het hele veld, dat golft echt gewoon. Normaal gesproken heb ik dyslexie, maar dit... Maar wat was de vraag? Nou, deze week neem ik LSD. En LSD is een drug met een psychedelische werking. Je gaat er dus van trippen, hallucineren. Je zit echt 6 uur lang eigenlijk helemaal in je eigen hoofd. Nou, dit is het dan, de LSD. Het zijn echt hele kleine... vierkante papiertjes. Dat kan je gewoon zo losscheuren. Dat smaakt in ieder geval nergens naar. Nou, ik begin nu eigenlijk wel wat te voelen. Vooral mijn zicht wordt trager, zeg maar. Dus als ik van links naar rechts in mijn ogen beweeg, dan gaat het iets schokkeriger en vertraagder dan normaal. Zo, ik begin nu wel echt te voelen. Gewoon in het begin al wel een beetje zo te gaan, zeg maar. Maar het zijn allemaal strepen. Het rode vlek wordt gewoon één streep. Maar het lijkt alsof ik hiermee gewoon die muur kan besturen. Deze dingen, die worden langer. Als je harder op dat geluidje doet, dan gaan ze... Dat is één. Oh. De spiegel kijken. Oh, dat is echt... Oh, dat moet je eens doen, dat is echt griezelig, jongen. Nou, ik was net in het toilet en toen keek in de spiegel naar mezelf. En ineens ging mijn gezicht echt helemaal zo doen. Ja, bij LSD zie je de wereld gewoon even op een hele andere manier. En tijdsbesef ben je ook kwijt. Het is eigenlijk net zoals bij paddenstoelen, even vakantie van je hoofd. Slikken best wel wat drugs geprobeerd. Maar dat waren altijd een beetje de bekende soorten. Maar vandaag niet. Vandaag ga ik 2 CI gebruiken en dat is 2,5 dimentoxy 4 jodfenetlamine. En dat is een designerdrug. Dat zijn drugs waarbij aan een bekend goedje, als bijvoorbeeld ecstasy, 1 bestanddeeltje of molecuul is veranderd. Hierdoor is de drug niet terug te vinden op de opiumlijst en alleen maar verboden volgens de medicijnwet. Groot gevaar is dat er per jaar zo'n 80 nieuwe stoffen bijkomen en dus niet bij te houden is welke designdrug welke uitwerking op je heeft. Het gevaarlijke van designerdrugs is dat... Ik ben echt een beetje zenuwachtig. Ja, 2 CI dus. Het gevaarlijke van designerdrugs is dat je niet weet wat voor invloed het op je heeft, omdat er nog niet zoveel bekend is over de drugs. En daarom heb je ervaringsdeskundigen. En vandaag word ik een proefpersoon. Maar ik doe het wel veilig met een medisch team. En met Chris. Chris, jij bent zo'n ervaringsdeskundige. En jij hebt 47 verschillende soorten drugs gebruikt. Waarom? Ja, ik werk dus voor een organisatie die drugsverlichting geeft aan jongeren. En dus ja, door mijn eigen experimenteren leer ik mezelf, zeg maar, ja, nieuwe dingen aan om dan te gebruiken in mijn voorlichting. Maar ook gewoon krijg ik training van mijn organisatie. Dus wat ik zo meteen ga doen,
dat kan misschien ook wel helpen met jouw voorlichting geven. Ik denk dat er wel eens terug gaat komen, ja. Ik ga zo meteen de 2CI gebruiken. Ja. Wat ga ik voelen? Je gaat een soort pallo-gevoel ga je krijgen. Dus je gaat de kleurtjes gaan een beetje worden intenser. Je krijgt patroontjes op de muur. Dus een lichte euforie ga je bij de 2CI voelen. Okay. Die zit er wel in. Ja, maar nou... Sorry jongens, ik pak hem op hoor. Kan dat? Oh, ik vind het echt heel erg kut. Ik ben zo zenuwachtig. Ik weet die vragen godverdomme niet eens die ik je wil stellen. Als mensen toch nieuwe design trucs willen gaan gebruiken, raden we aan om een hele lage dosering te beginnen. Om ook goed voor te bereiden. Dus zorg dat je gewoon goed fit bent. Zorg vooral ook dat er iemand bij is die nuchter is, die mogelijke ervaring heeft met het middel, die je kan begeleiden bij het hele proces. Het is heel licht poeder. Het lijkt gewoon op poedersuiker. Hoeveel heb ik nodig? 15 milligram. Oh, dit is veel te veel. Dit is al veel te veel. Is het echt zo nauw? Ja, het verschil tussen leuk en heftig is gewoon heel klein, zeg maar. Goed afwegen, goed afmeten. We hebben gewoon een papiertje gevouwen en daar gaan we het in doen. Okay, ik ben zenuwachtig, maar ik heb zin in de trip. Dus gaan doen. Zin in de handjes. En ik mors. Oh, hij is alweer weg. Ja. Nou, nu wachten. Je begint meestal na een uur wel flinke effecten te merken. Na een uur of drie zit je een beetje op je piek. En daarna worden de effecten langzaam minder. En dat verschilt een beetje van persoon tot persoon. Ik ben echt al, denk ik, 20 keer naar de wc geweest. Ik krijg een hap in mijn keel. Ik weet gewoon echt niet wat er met me gaat gebeuren. Ik hoop gewoon dat de kleuren heel heftig worden. En dat het geluid mooier wordt. En dat ik me heel fijner voel. Ik denk ook niet dat ik van deze bank afga. Dit is wel een soort van mijn eiland. Die letters in dat schilderij, die zijn echt... Het gaat heel erg heen en weer. En als ik ook dit doe, dan gaan ze ook zo. Dit is echt heel grappig. Ik ben de letters aan het verschuiven. Ja, dat kan ik gewoon doen. Oh, wat is het erg. Ja, en mijn borsten zitten gewoon in de weg. Dat is gewoon... Nee, maar het is echt een soort van blok wat je nu hebt. Ik ben ook een beetje misselijk. Gewoon goed diep ademhalen, dan is hij zo weg. Elk dingetje kan je gewoon uren naar kijken. Alles beweegt, alles is gewoon leuk. Ik ben heel blij. Met 2CI kan het zo zijn dat je geleid wordt door je gedachten. En als dat positieve gedachten zijn, is dat nog niet zo fout. Maar als het negatieve gedachten zijn, kan je er heel erg in versterkt raken. Wacht even, oké. Zo, ik ben echt wel wauw, hoor. De tering. Oh my god. Ja, het is... Het is niet zo visueel, maar toch ook wel. Ik kan nu daarna gaan kijken. En dat is niet eens iets moois. Hoe heet het ook weer? Een vlaggetje. En dat je denkt, ja... Ja, ik snap het. Ik snap dat het daar hangt. Jij mag zelf bepalen waar je heen gaat. Het heeft heel erg dat dingen vervormen. Je kan zeg maar heel erg de leuke kant op gaan. Je hebt misschien wel die andere, de slechte kant op gaan. Maar dat mag je zelf kiezen. Wat hebben ze hier toch ingedaan dat het zo goed doet? Ja, dit is een goeie. Ja, ik voel me echt nog steeds heel erg goed. Ik merk wel dat het ietsje minder wordt, maar ook weer niet. Dan focus ik me weer ergens op en dan ben je weer aan het trippen. Het is heel moeilijk om nog te presenteren, maar dat merken jullie wel. Je leeft gewoon echt in hoofdstukjes. Misschien is dat omdat het zo'n overvloed is aan dat je visueel zoveel ziet en zoveel denkt ook. Ja, gewoon je eigen reis aan het doen bent. Ik krijg hem niet opgetild, maar echt niet. Ja, het is gewoon echt even te zwaar dit. Snap je? Het is ook weer heel. Het is weer een nieuw hoofdstuk. De thee ook. Maar dan is het toch raar. Hoezo kan je geen theekopje optillen, Geraldine? Ik vind hem ook daar wel goed. Dat spul heet het ook alweer. Stoom. Dat is ook mooi. Nou, we zijn nu 6 uur verder. En ik merk echt wel dat het een beetje uit begint te werken. Het was wel heel erg leuk. Ik heb hele diepe dingen gezien en ontdekt, maar ook hele domme dingen. Dat ik echt dacht, ja... En alles is interessant. Het is ook zo raar dat zo'n klein beetje je zo kan laten voelen. Maar ik ben wel heel blij dat het echt leuk is geworden. Want ik was toch wel heel erg zenuwachtig.
Maar het is goed gekomen. Oh, jullie zijn ook allemaal zo leuk. Naar schatting hebben in Nederland 500.000 mensen wel eens coke gebruikt. Maar wat stoppen we eigenlijk nou in ons neus? En waar komt het vandaan? Dat gaan we uitzoeken. Belangrijke distributieroutes lopen van Venezuela en Colombia via het Caribische gebied naar de rest van de wereld. Maar het grootste deel gaat via Mexico naar de Verenigde Staten. Cocaïne wordt ook met schepen uit Zuid-Amerika naar Europese havens gesmokkeld. Meestal via West-Afrika of Marokko. Voor de arme boeren in Zuid-Amerika die de coke leveren, is het een stabiele bron van inkomsten. Maar voordat het witte goedje in je neus belandt, versnijden tussenpersonen de coke met andere witte poeders om zo de winst op te voeren. De cocaïne die er aangeboden wordt, die loopt uiteen van een paar procent tot 88%. Dan heb je eigenlijk de meest zuivere cocaïne. En het gemiddelde ongeveer op de Nederlandse markt ligt zo tussen de 50% en 60%. Manuel test 4 soorten coke uit meerdere landen die hij bij verschillende dealers heeft gescoord. Ik heb in mijn korte leven ook wel eens geëxperimenteerd met coke, maar dat maakt me nog steeds geen expert. Ik heb op de drugs voor gezocht wat kenners ervan vinden. En geladen met die kennis ga ik proberen deze 4 soorten cocaïne te testen op hun uiterlijke kenmerken. Hoe kan je zien of het nou goed of slecht is? Ja, het is bizar. Het is een hele dikke brok. En normaal kennen wij het van poeder, zeg maar. Ja, en mijn mond is een beetje verdoofd. En wat zeggen de ervaringsdeskundigen op het net daarover? Nou, dit forum zegt dat een brok kristal, dat nog niet versneden is. Dus dat kan uitwijzen dat het een hele pure vorm cocaïne is. Nu is mijn oordeel best plezierig en dat van die mensen op het internet ook. Allemaal boeiend, maar totaal niet wetenschappelijk. Ik heb een thuistest gehaald bij de Smart Shop. Maar om het echt 100% zeker te weten, hebben we het laten testen bij een professioneel laboratorium. Om te kijken wat nou precies de verhoudingen zijn tussen de versnijdingsmiddelen en de pure coke. Maar eerst de thuistest. Als het blauw wordt, is het echte coke. Als het rood wordt, is het versnijdingsmiddel. Nou, het is al redelijk blauw. De resultaten van het lab zullen het uitwijzen. 67% pure cocaïne. En de resterende is versnijdingsmiddel, onder andere cafeïne. Het is een beetje een grove poedervorm. Spierwit. Oeh. Beetje heel erg bitter, niet een beetje bitter. Colombiaanse cocaïne die staat, die wordt meestal als wat scherp, wat pittig in de neus beoordeeld. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het soort coca-blad, maar ook met de wassingen die eraan vooraf zijn gegaan. En die hele wittige, korrelige vorm, dat kan versnijdingsmiddel zijn. We gaan het even testen met de thuistest. Nou, je ziet, een gedeelte wordt echt heel blauw, dus dat betekent dat er wel zeker echte cocaïne in zit. Het resultaat van het lab wijst uit dat er cocaïne 39% in zit. En voor de rest versnijdingsmiddel. Onder andere lidocaïne. Dat is een soort verdovingsmiddel, wat ze ook wel bij tandartsen gebruiken. Dan coke 3. Ook een poedervorm, heel fijn. Met een paar brokjes erin. Je kan er heel erg makkelijk een lijntje mee maken. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het dan ook echt goede coke is. Maar ja, praktisch is het wel. Iemand van het forum suggereert dat als je er een goed lijntje van kan maken, dat het wel eens hele goede coke zou kunnen zijn. Maar ja, omdat het zo wit is, kan het ook wel weer betekenen dat het heel erg veel versneden is. Wauw, dit wordt gelijk blauw. Dus dat kan wel eens betekenen dat het hele goede coke is. Nou, dit komt wel even heel erg lekker overheen, denk ik, zo. Cocaïne 74%. En het is versneden met fenacetine, dat is ook wel een pijnstiller, en cafeïne. Thuistest, top. Nou, het is heel erg korrelig, brokkig. Ze worden ook wel flakes genoemd, zei de dealer. Ja, een beetje die schilferachtige vorm. Een beetje gelig. Gaan we even proeven. Nou, dit heeft weer de hele zoete bijsmaak. De Boliviaanse en de Peruvaanse coke, die wat kleiner zijn op de markt, die
Ja, daar wordt over het algemeen gezegd dat die wat zachter zijn en wat zoeter. Nou, in het forum zijn ze lyrisch over deze flakes. Yeah. Het zijn een soort van glasscherfjes. Maar dat betekent ook omdat het nergens naar ruikt, dat het wellicht hele sterke, compacte, goede kook zou kunnen zijn. Er is totaal geen rood te bekennen, echt puur blauw. Resultaat: cocaïne 86%. Kook nummer 4 komt het beste uit de test. Als je de mensen op de internetfora moet geloven, dan kan je goede kook herkennen aan de uiterlijke kenmerken. Zoals hoe het proeft, hoe het eruit ziet. Maar is dat wel zo? Ik dacht het niet. Dit geeft een erg goede richting. Het is een thuistester, kan je gewoon bij de smartshop halen. Maar wil je het 100% weten, dan moet je echt het bij het lab laten testen. Ik ga even voor de echte fijnproevers het nummertje van de dealer van Coke 4 erop zetten. En ik ga even een wijntje drinken. Dit was de Nationale Kooktest.